Hemming, die staat wel heel erg vrij. Kobussen komt er overheen. Hemming, Hemming! Fantastische reflex van doelman Stam. Gaudier, goed de voordeelregel toegepast. Hemming, en weer de reactie van Stam. En Zayas, ja. Dus een goede loopactie. Komt hier de 1-0 aan? Nee! Ha, wat een kans voor Barendrecht. Maurits van Bentum. Van Hezel en Hemming. Hemming. De kans voor Hemming. En ja, het is 1-0. Afgelopen week vader geworden. Dat geeft hem natuurlijk vleugels. Hij scoort in zijn vierde wedstrijd achtereen. En begint dus goed aan het kalenderjaar 2018. Rick Hemming, nummer 9 van het seizoen. 1-0 dus. En dit is mooi. Fase dat Barendrecht beter is, omdat HSC de bal niet in de ploeg houdt. Winterberg, Jongman. Jongman, Jongman! Weer Danes, met wat fortuin. Monster. Komt dan Gaudier tegen, overname HAC. Meteen de bal diep gespeeld richting Van der Leij. Gaudier, is dit buitenspel? Nee. Gaudier! Ja! Dodelijk effectief is HAC Hardenberg in de omschakeling. Dit is de derde van het seizoen. En de Boshoek ontploft. Want HAC staat voor met 2-0. Gaudier, die staat niet buitenspel. En die maakt het heel goed af. Jongman met de vrije trap in een wedstrijd tussen twee voetballende ploegen. Jongman. Jongman, Jongman ineens. Danes met een moeizame reactie. En ja, hij zit erin. Salem. Jongman. En Danes met een moeizame reactie. En Salem met een 2-1. Fout van de doelman van HSC. Salem. Eekman. Jongman, nou, wie haalt de trekker over? Monster. En Zayas is de man met het schot. Werkman is de man die altijd gevaarlijk is bij dit soort situaties. Hens. Ja. Penalty. Ja, wat gebeurt er precies? Het is het betere druk. En trekwerk, ja, het is een overtreding ook van Werkman. Die duwt hier, zie je? Ja, en hij raakt uit positie. Strafschop van Bentum. Het is 3-1. Hij zat niet echt in de wedstrijd, maar dit doet hij goed. Rens van Bentum. Barendrecht het sterkst in het positiespel. En de HSC het sterkst in de omschakeling. En de omschakeling wint het dus van het positiespel. Van Poldervaart 3-1. En zo boekt HSC de 8e thuiszege van het seizoen.